Vanavond is de heer Christen geïnstalleerd als waarnemend burgemeester in de gemeente Hellendoorn. Loco-burgemeester Johan Koes hing hem het ambtsketen om, waarbij Christen even diep moest buigen. Uit handen van voorzitter van de raad Jan Scholten ontving hij de voorzittershamer. Daarmee werd Christen de eerste burgemeester van PvdA Huizen in de gemeente Hellendoorn. Scholten merkte daarbij op dat de functie van waarnemend burgemeester niet inhoudt dat Christen af en toe eens een kijkje komt nemen, zoals sommigen denken, maar dat hij dagelijks op zijn post zal zijn als een volwaardig burgemeester. Christen nam na zijn installatie kort het woord en zei trots te zijn voorlopig burgemeester van de gemeente Hellendoorn te mogen zijn. En hij dankte de raad voor het in hem gestelde vertrouwen. Christen hoopt dat zijn aanwezigheid toegevoegde waarde heeft en zei dat hij het bijzonder prettig vindt om deel uit te mogen maken van het lokale bestuur. Dan zit je immers dicht bij het vuur en dat vind ik bijzonder aangenaam, aldus Christen. Na de installatie was het tijd voor de nieuwjaarsreceptie, waar men elkaar het beste wenste voor het nieuwe jaar. Voor de receptie waren dit jaar geen aparte uitnodigingen naar de verenigingen en instanties gestuurd. Ook werden er dit jaar geen toespraken gehouden.